Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 10 maart 2016. Dit is de bulletin van donderdag. Gisteren waren na de uitzending diverse nieuwe roepnamen te horen van mensen die op 2 maart geslaagd waren. Hartstikke leuk zoiets en welkom op de band natuurlijk allemaal. Hamnieuws.nl meldt op gezag van SRE-secretaris Henk Vrolijk dat het aantal geslaagden voor en dit keer uitzonderlijk hoog is, ruim 93%. Er waren 78 deelnemers, 73 daarvan slaagden er. Bij F waren er 58 deelnemers en daarvan slaagden er 36, een percentage van 62. Deze gegevens zijn overigens nog niet door AT bevestigd. Op zaadketenarc.org is een YouTube-filmpje van Pete Waters, G3OJV van de firma Waters & Stanton en Chris Ridley, G8GJC van Ecom UK te zien met de nieuwe Ecom IC7300 die we gisteren ook al noemden. Een wakkere medewerker van Hackaday.com deed wat ik ook wel eens doe, kijken in de dingen die de overheid zoal aan de openbaarheid toevertrouwt. Meestal is dat zodanig saai dat de reden is dat bijna niemand het ooit doorkijkt, maar als je wel wat vindt, dan is het meestal ook de moeite waard. Soms stoot je op die manier dan op iets dat eigenlijk vertrouwelijk moet zijn, maar waarvan de wettelijke verplichting ook bestaat dat het gepubliceerd wordt. Wat meneer van Hackaday vond was een experiment dat Google aan het doen is in een ruimtevaartcentrum in de staat New Mexico, dat bijvoorbeeld ook door SpaceX en Virgin Atlantic wordt gebruikt. Google vraagt in de gevonden documenten om een aanvraag vertrouwelijk te behandelen voor bepaalde radio-experimenten. Het betreft proeven op 2,5 GHz, 5,8 GHz, 24 GHz, 71 tot en met 76 GHz en 81 tot en met 86. Twee van die experimenten vallen ook in amateurbanden. De proeven worden door Google gedaan met een wetenschappelijke machtiging waarvoor in de VS amateurroepnamen worden gebruikt. In dit geval van Google is het Whiskey India 3 X-ray Zulu Echo. Waarschijnlijk betreft het de proeven van Google die ook eerder al in de publiciteit kwamen. Nieuw eraan is dat het om zoveel meer frequentiebanden gaat dan eerder in de publiciteit kwam. En ook nieuw is de plek van de uitzendingen. Hackaday maakt vervolgens ook nog gewag van het hoge zendvermogen van 100 kW, maar dat is niet echt een novum. De feitelijke zender op 70 GHz is een half watt. Op die band maak je makkelijk een antenne met een openingshoek van een halve graad. En ja, dan kan je wel eens 100 kW ERP vermogen hebben. Ook hier stelt Google overigens dat ze met de experimenten geen enkele andere ethergebruikers willen verstoren. Dat zegt Google vaker, maar ik weet het nog niet als er tienduizenden high-altitude ballons in de lucht komen te hangen. Ik bedoel, een Amerikaanse APRS-satelliet begon laatst ook spontaan op een DX-frequentie te zenden waar dat eigenlijk dus niet de bedoeling was. Ik noem in deze uitzendingen niet zo vaak bedrijven. Voor je het weet word je verweten dat je commercie bedrijft. Maar soms is een bedrijf te leuk om niet te noemen. Niet dat ik er heel veel koop, maar het is vooral ook leuk om er eens te snuffelen. De aanleiding om het nu te noemen is dat ik vandaag wel een kleinigheid heb gekocht en om die reden weer eens over hun website heen struinde. Het betreft de elektronicazaak Okafon in Groningen. Als je op hun site in het informatiegedeelte kijkt, dan zie je onderwerpen als de Raspberry Pi 2 en 3, een artikel over de Vertix K8400 3D printer met een link naar de webcam waar je die printer live in bedrijf kunt zien. Verder een cursus solderen voor beginners. Wat heb je nodig? En een item over de Edison, een superklein ontwikkelplatform van Intel met een dual core 500 MHz atomprocessor. Het dingetje is niet groter dan een muntstuk. En het bevat standaard dualband wifi, Bluetooth 4.0, 4 GB opslag en 1 GB werkgeheugen. Hij is niet alleen een stuk kleiner dan de Raspberry Pi, maar ook twee keer zo duur. Het ding is wel ontwikkeld voor de Internet of Things. Maar ja, bij alle goede uitvindingen, je kunt ze zowel voor heel goede dingen gebruiken als voor bijzonder slechte. De website van het bedrijf is www.okafoon.nl, Oscar Kilo Alpha. Papa Hotel Oscar November Echo.nl. En nee, ik heb geen aandelen of wat voor zakelijke band dan ook met het bedrijf. Ik noemde het eerder al, komend weekend op zondag 13 maart is er een 80 meter Foxhall, een Vosjacht op 80 meter dus in Leusden bij Amersfoort. Informatie is op diverse sites te vinden, start is om 1300 uur zoals gebruikelijk en inschrijven kan vanaf 12:30 en het weer zal ongetwijfeld goed zijn. We komen nu aan bij deel 3 van de serie over de historie van onze zendamateurhobby. We waren gebleven bij de International Convention for the Safety of Life at Sea die in 1913 werd gehouden naar aanleiding van de ramp met de Titanic. En verder het Amerikaanse besluit uit 1912, later door veel andere landen gevolgd, dat de amateurs alle golflengtes korter dan 200 meter mochten gebruiken, dat is 1500 kHz, omdat die toch onbruikbaar werden geacht.
Rond 1915 brak de Eerste Wereldoorlog uit en gaandeweg kwam in de hele wereld de zendhobby tot stilstand. In de VS werd rond 1917 door het Amerikaanse congres bevolen dat alle zendamateurs, die dus nog steeds mochten zenden zonder vergunning, hun activiteiten moesten stoppen en hun zendinstallaties moesten ontmantelen. Het duurde na het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918, in sommige landen de Great War genoemd, nog lange tijd voordat de amateurs weer mochten beginnen. In de VS was het op 1 oktober 1919 zover. In de periode daarna maakte de zendamateurhobby een grote bloei door. In Nederland waren er in die periode tussen de beide oorlogen zelfs zendamateurs die mobiel waren met amateurtelevisie. Dat gebeurde overigens op bijzonder lage frequenties met een mechanisch systeem en een zogenaamde Nipkow-schijf. De BBC zond in die jaren met hetzelfde systeem televisie uit op de middengolf, met op de ene AM-zender het beeld, dat van een nogal lage resolutie was, en op de andere AM-zender het geluid. Niet alleen zendamateurs sloegen aan het zelf bouwen, maar ook de gewone man die geen kant-en-klare radio's kon betalen maakte zijn radio vaak zelf in die tijd. In Nederland stamt de naam van de VARA uit die periode, de Vereniging van Arbeiders Radioamateurs. VARA-leden konden vanaf de jaren 20 gratis of tegen gereduceerde prijs bouwpakketten voor radio's kopen die de leden zelf met een soldeerbout in elkaar moesten zetten. Een van die toestellen had de naam VARA Dine. Dus met een Y, hè? VARA, D, Y en E, naar het woord heterodyne. Het begin van de jaren 20 stond enerzijds in het teken van de uitvinding van het omroepstation, waarbij zowat ieder westers land in de veronderstelling is dat een van haar bekend geworden inwoners de omroep zou hebben uitgevonden. Anderzijds waren er de pogingen in die jaren van zowel Amerikaanse als Engelse amateurs om met een amateurzender de grote oceaan te kunnen overbruggen. Het lukte Amerikaanse amateurs het eerst om in Engeland gehoord te worden. In december 1923 werden de eerste Engelse amateurs ook in de VS waargenomen. Het eerste transatlantische tweeweggesprek tussen twee zendamateurs vond plaats op 27 november 1923 tussen de Amerikaanse amateur Fred Schell en de Franse amateur Léon Deloy. Een maand later vond ook het eerste contact tussen Engeland en de VS plaats. In de maanden daarop lukte het 17 Amerikanen en 13 Europeanen om soortgelijke verbindingen te maken. Het jaar daarna werd gemarkeerd door de eerste verbinding tussen Noord- en Zuid-Amerika, tussen Zuid-Amerika en Nieuw-Zeeland, tussen Noord-Amerika en Nieuw-Zeeland en vervolgens ook tussen Londen en Nieuw-Zeeland. Dat alles was rond 1925. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Dat is griezelig. Ja, echt wel. Zo dan. Maar niet zo griezelig als PA0ETE, als die zo dadelijk de inmelders weer te woord staat.